Goedendag, ik ga met u een arrest bespreken op het gebied van strafrecht. Het dateert uit 2013 en het heeft veel stof doen opwaaien, met name in de strafadvocatuur. Het gaat namelijk om het arrest dat ziet op de onbevoegde hulpofficier van justitie. En wat was het geval? Er was door een hulpofficier van justitie, althans waarvan men dacht dat hij hulpofficier van justitie was, een machtering gegeven tot binnentreden in een woning. En achteraf was gebleken dat de betreffende hoofdinspecteur op de genoemde datum niet meer beschikte over het certificaat dat je nodig hebt als hulpofficier, als bedoeld in de regeling hulpofficieren van justitie 2008. Voor verlenging van het aan hem verleende certificaat heeft hij in december 2008 een examen afgelegd. Daar is hij niet voor geslaagd, hetgeen hem ook schriftelijk kenbaar was gemaakt. Daardoor was hij in die periode niet in bezit van het certificaat hulpofficier van justitie. En er was ook geen ontheffing daartoe verleend. Dus wat wel vaststaat was dat er sprake was van een vormverzuim. Want er was namelijk op basis van een niet bevoegde hulpofficier van justitie eh, binnengetreden in een woning. Waarbij ook wel vaststaat dat de politieagenten die binnentraden in de woning eh, te goede trouw waren. Die wisten dus niet dat de betreffende hulpofficier van justitie onbevoegd was. Eh, toen was natuurlijk de vraag, eh, is hier sprake van een vormverzuim? En zo ja, past die binnen het kader van 359a strafvordering? En zo ja, wat zou dan de consequentie moeten zijn van dit vormverzuim? En het Hof had daar wel consequenties uit getrokken. Het Hof had in eerste plaats aangenomen en dat heeft de Hoge Raad ook bevestigd dat er in elk geval sprake was van een vormverzuim. En in de tweede plaats, dat ook juist was de visie van het Hof, uh, dat, er, um, uh, dat het een en ander onder het bereik viel van artikel 359a. Het zag allemaal op het voorbereidend onderzoek in de zaak waar het over ging. En um, vervolgens is dan de vraag van ja, maar wat is dan de consequentie van dit alles en is hier tekort gedaan aan een, uh, aan een, uh, aan een eerlijk proces? Um, de, het Hof had, uh, was gekomen tot uh, bewijsuitsluiting. En uh, die uh, baseerde dat uh, op uh, uh, de vraag uh, uiteindelijk, moet het hier komen tot een sanctie en zo ja, tot welke sanctie? En het oordeel van het Hof was dat in het geval dit vorm verzuim moest leiden tot bewijsuitsluiting. En dat vond de Hoge Raad ontoereikend gemotiveerd. Het Hof had namelijk in het onderhavige geval uh, het vormverzuim ten onrechte gelijkgesteld met een vormverzuim waarvan sprake zou zijn indien een machtiging geheel zou hebben ontbroken. Dus met andere woorden, deze situatie is niet anders dan een situatie waarin er gewoon helemaal geen machtiging zou zijn gegeven. En dat oordeel van het Hof dat vond de Hoge Raad uh, niet toereikend, toereikend gemotiveerd. Um, omdat het Hof in dit geval niet kenbaar aandacht had besteed aan het nadeel dat door het verzuim is veroorzaakt. In het bijzonder blijkt uit zijn overwegingen niet, zo zegt de Hoge Raad, dat het in zijn afweringen heeft betrokken of en in hoeverre de verdachte door het verzuim daadwerkelijk in zijn verdediging is geschaad. Uit de verhandel ter Resten in Hoge Poet blijkt ook niet dat de verdediging enige ley concreet nadeel heeft gevonden heeft genoemd. En uh, er moet natuurlijk wel nadeel zijn, en met name ook nadeel waar het gaat om uh, schending van een eerlijk proces. Het Hof heeft bij zijn beoordeling van de ernst van het verzuim, dit verzuim, zonder meer gelijkgesteld aan een vorm verzuim waarvan sprake zou zijn geweest, indien de opsporingsambtenaren aan wie in het geheel geen machtiging tot binnentreden is afgegeven, zonder toestemming is binnengetreden. Dit oordeel is zonder nadere motivering niet begrijpelijk. Nu laatst bedoeld verzuim ernstiger is in verband met het in een rechtsstaat wezenlijk aspect dat vertegenwoordigers van de uitvoerende macht zich in verband met te maken inbreuken op grondrechten van burgers in voorkomende gevallen onderwerpen aan de wettelijk bepaalde voorafgaande controle door een hogere autoriteit. Bij het bepalen van de ernst van verzuim kan namelijk ook van belang zijn of de desbetreffende opsporingsambtenaren te goede trouw erop af mochten gaan dat hun verstrekte machtiging door een bevoegde HVA was afgegeven. En het AG, de AG bij het Hof, de advocaat-generaal bij het Hof, had gezegd van ja, maar er waren hier in dit geval zodanige politiemutaties dat je zou kunnen zeggen dat het Oberministerie, eh, dat je zou kunnen zeggen dat een andere welbevoegde HVJ wel een machtering zou hebben verleend, gelet op eh, de ernstige bezwaren die er in die zaak lagen. He, dat was ook de stelling van de advocaat-generaal ter zitting. He, wat is nou eigenlijk het, het nadeel in dit geval geweest? Want was men bij een welbevoegde HVJ geweest, die had die machtering ook, ver, ook verleend. He, dat zouden ook honderden andere HVJ's hem hebben, uh, hebben gegeven. Dus met andere woorden, die stelling van de AG, die uh, deed op geld. En de Hoge Raad heeft on ten onrechte, in dit geval achterwege gelaten, nadere feitelijke vaststellingen te doen... Na die stelling van het OM dat een andere welbevoegde autoriteit eveneens een machtiging wil zou hebben verleend, nu voor de waardering van de ernst van het verzuim dat van belang kan zijn. En dat heeft uiteindelijk geleid tot een vernietiging, het casseren van het arrest van, eh, van het hof. En eh, wat de hoograad er nog aan toevoegt is dat het hof heeft vastgesteld dat aan het verlenen van de machtiging meerdere bij de politie binnengekomen meldingen zijn vooraf gegaan. En heeft nadere feitelijke vaststellingen die nagaande op grond van zijn onjuist oordeel dat een onderzoek naar de bedoelde stelling buiten beschouwing kan blijven, ten onrechte achterwege gelaten. En voor zover het Hof heeft geoordeeld dat sprake is van een situatie zoals in een arrest onder 246 is bedoeld, ontbreekt in zijn overweging de vermelde voor een begrijpelijke toepassing van besluit, bewijsuitsluiting vereiste motivering. En derhalve wordt de zaak terugverwezen naar een ander Hof. Tot zover dit arrest. Bedankt voor uw aandacht.